Een goeie dag en zeer welkom bij Het Gesprek. Niemand in de Wetstraat heeft zoveel ervaring als mijn volgende politieke gast. Hij is burgemeester geweest, is Vlaams parlementslid geweest, dat was zijn laatste mandaat hier, federaal parlementslid, ettelijke keren minister, kamervoorzitter, partijvoorzitter, noem maar op. Ik ga het met hem hebben over de coronacrisis en het politieke landschap. Welkom in de studio, Herman De Croo. Meneer De Croo, u mag inderdaad dat mondmasker nu uitdoen. Dank u wel, het is hier ruim in het Vlaams parlement, dus ik ben zeer gelukkig van hier na een jaartje terug te mogen zijn. En ik groet iedereen, onze collega's Jan en uw publiek. Zeer blij om u hier bij ons te hebben. En we hebben rekening gehouden met die ellendige coronacrisis. U zit in een andere ruimte, twee gangen verderop. Ik zit hier, dus op deze manier gebeurt het veilig. Zeer welkom. Ik begin meteen eigenlijk over waar dit gesprek mee begon. Een maand geleden, dag op dag, hadden we elkaar aan de telefoon over dit gesprek. Op dat moment zaten we op het hoogtepunt van die tweede coronagolf. 22.000 besmettingen op dat moment. Die lockdown moest er nog aankomen. We waren en zijn allemaal onder de indruk van die toestand. Maar het leek me, als ik u toen aan de lijn had, dat u daar ook echt niet goed van was. Van wat er allemaal aan het gebeuren was, als mens, als politicus. Ja, en ik moet zeggen dat de laatste maanden, ik ben niet alleen, de laatste dagen heeft de corona voor mij en waarschijnlijk voor enorm veel Vlamingen een voornaam gekregen. Ik heb een aantal goede vrienden die helaas overleden zijn aan COVID-19. Ik heb in mijn omgeving rusthuizen met 45 besmettingen, met een derde van het personeel. Ik weet niet of men zich bewust is van de ongelooflijke schade dat dat aanbrengt. Een jonge dame uit Brakel, die een knappe bulk ingenieur is, heeft corona gehad, ze is 2 of 23. Sedert maanden heeft ze geen smaak en geen reuk teruggekregen. En dat is voor een jong, vivant, dynamisch persoon. Ik denk dat men niet weet de ongelooflijke belasting van onze geneesheren, ons verzorgend personeel, door die corona. Als jij ongeveer twee derde van je urgentiebedden aan corona moet voorbehouden, als jij moet je mensen recycleren, die epidemie is niet voorbij, hè. Geloof me vrij. En ik heb nog deze donderdag in het nieuwsblad de cijfers bekeken. Wij zijn niet objectief in België. Ik zeg dat cru, omdat de cijfers nooit bij ons worden gerelateerd aan de bevolking. Ja, het aantal doden per bevolking ligt hier hoog, zegt u. Veel hoger als u het vergelijkt met andere landen. Wij zijn een vijfde van de Franse bevolking. En we zijn een 33ste deel van de bevolking van Amerika. Weliswaar, wij geven de cijfers zoals ze zijn. Helaas, de juiste cijfers van de overlijdens. Men is niet zeker of dat zo is in Noord-Amerika of zelfs in Frankrijk. Maar moest men bevolkingsgerelateerd die cijfers vandaag de dag uitrekenen, en sommige kranten deden dat, dan staan wij helaas in een zeer dramatische situatie. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat wij de grote macht van Europa zijn. Hè? Met onze grote havens, Antwerpen, Gent, de Zeebrugge, luchthavens. Het verkeer kijkt op de autostrades, de nummerplaten van de wagens. Kijkt naar de 184 talen die men spreekt in Brussel. We zijn de grote markt, fysisch, psychologisch, politiek van Europa met al de voordelen. Het grootste aantal ambassadeurs van de wereld zijn in Brussel, maar al de nadelen. En ik denk dat we daar toch de voorzichtigheid is geboden met al de drang die ik heb. Ik voel mezelf geconfineerd, ik voel mezelf opgesloten, psychologisch, politiek, ik beken dat. Maar een zaak die failliet gaat is dramatisch. Maar niemand overlijdt openlijk en gelukkiglijk door dat faillissement. Ja. 5.000 mensen, 15.000 mensen die overleden zijn, komen nooit terug als consument, komen nooit terug als grootvader, als grootmoeder, als broer, als zus. Dus men moet zeer ernstig die coronapandemie aangrijpen, des te meer dat we er gaan uitgeraken. Ik moest... Ja, want ik had u aan de telefoon en u was bijzonder onder de indruk, omdat er een van uw goede vrienden, kennissen, was overleden. Maar u nam aanstalten om naar de uitvaart te gaan, maar dat mocht niet. Dat komt dan hard binnen.
Ja, ik moest spreken op die uitvaart voor een kleine schare. Die uitvaart werd geschrapt door het feit dat in die periode van een paar dagen familieleden ook corona hadden gekregen. Dus men beeldt zich niet in de gevolgen die er zijn. Ik begrijp ook de ongeduld, en ik weet in de Vlaamse Ardennen waar ik woon, zijn de fietspaden, de wandelpaden vol van mensen die terecht buiten komen enzovoort. Maar nee, we staan op enkele drempels van een vaccinatie die wellicht zal lukken. We hebben nog door te bijten in moeilijke omstandigheden. En ik begrijp zeer goed, ik ken de binnenstandswereld, de horecawereld. Enfin, als er iemand cafés bezoekt, dan is het u dienaar zijn leven lang. Ik heb ook onder de activiteiten opgezegd en afgeschaft wat mijzelf betreft. Maar we gaan door een vagevuur. En als je een beetje iets weet over de godsdienst, het vagevuur brengt u alleen maar naar de hemel. Als je geduld hebt. Soms ja. Lang in blijven. Ja. Laat ons op de tanden bijten. Wij hebben het inspanning gedaan om de scholen open te houden. Men spreekt vandaag over de nieuwe maatregelen van Frankrijk. Frankrijk heeft ongeveer in sommige sectoren hetzelfde aantal, misschien slecht berekend, slachtoffers als wij. Maar ze zijn 5 maal talrijker. Ja. Frankrijk had zijn scholen gesloten. Frankrijk, in de nieuwe maatregelen mocht je maar 20 kilometer buiten gaan. Is er een nachtklok vanaf 9 uur 's avonds. En dan maakt men natuurlijk uit de vergelijking met Nederland, met Frankrijk, met andere landen, een pretext om de sluizen open te zetten. Dat is de mediagenieke inslag, de impact en de sociale maatschappelijke impact. Er is ook de economische impact. Er zijn heel veel cijfers, maar het kost Vlaanderen dit jaar alleen al 6 miljard, 10 miljard minder federale inkomsten. U kent de begrotingscijfers voor de komende jaren. Die zijn... ja, dramatisch. En ook ondernemers vrezen dat de zwaardere klappen nog zitten komen in 2021, met jobverlies bijvoorbeeld. Ik ben niet verontrust. U bent niet pessimistisch wat dat betreft. Ik begrijp het zeer goed. Neemt een jong gezin dat een lening maakt voor een nieuw huis te bouwen. Die zitten in de schuld tot boven hun hoofd. Die hebben honderdduizenden euro's te lenen voor een stuk grond te kopen, voor een huis te bouwen. En ze zijn 25, 30 jaar oud met 2 of 3 jonge kinderen. Zij maken zich geen grote zorgen. Waarom? Omdat de rente van die lening laag is en dat de afbetalingstermijn lang is. En wat ik zou willen zeggen, de leningslast die we nu hebben, tussen Europese instellingen, wezen de Federale Reserve van de USA. Al de staten, indien zij zouden de interesten betalen, ik was toen jonge minister van Verkeerswezen, toen de devaluatie is geweest in België, in het begin van de jaren 80. Toen was de interest op de schuld tussen 12% en 15%. Nu is die 0, zoveel. Dat betekent, je kunt u, aanhalingstekens, doodlenen. Het kost u weinig. En er zal een soort samenwerking zijn, van alle internationale monetaire instanties. Wereldbank, Europese Bank, Amerikaanse Centrale Bank, om die interest in de komende jaren laag te houden. Men citeert mensen die nu geld lenen aan 0,5, 0,8, ik weet niet hoeveel, om er aandelen mee te gaan kopen. Dus dat zou men zelden op die mate gedaan hebben. Dus een grote schuld die we nu aangaan, die we moeten aangaan, die broodnodig is, die een infuus is, die een soort injectie is om te overleven. Er moet gezorgd worden, zoals de premier het zegt, dat degenen die gezond waren voor de coronacrisis gezond blijven, economisch, sociaal, na de coronacrisis. Maar die lening van ettelijke honderden miljarden voor Europa, of duizenden miljarden, zolang die interest, en die zal kunstmatig bedrukt en laag blijven, laag blijft, is er geen groot risico. Nu, geen enkele van nu, in die optiek, je ziet dan, ja, is Keynes is helemaal terug, hè, monetair, al die centrale banken, geld erin, pompen, deficit spending, dat is bijna jaren 30, hè, proberen die economie weer op de rails te krijgen. Ja, dat is de fameuze Tennessee Valley Authority, de TVA, hè, waar de Amerikanen geïnvesteerd hebben in de Tennessee Valley met grote infrastructuurwerken om de depressie van de jaren 30 te kunnen tegengaan. Maar iedereen, en men zal het misschien niet luid op zeggen, zal nu een soort samenzwering doen
om de interesse te onderdrukken voor een zekere tijd. Dat kan een tijdje gebeuren. De economisten weten ook dat we inflatie nodig hebben enzovoort. Dus het risico is relatief beperkt op voorwaarde dat men maatregelen neemt. Als dat jong gezin dat start met een enorme schuld voor het nieuwe huis niet zijn levensstijl of zijn levensmethode aanpast aan de af te lossen schulden, zal het er nooit geraken. Maar indien het aan lage interesse zelfs de afbetaling plant en voorziet dat ze het kunnen doen in de tijd, 10, 15 jaar lang, dan is er geen risico. Ik zeg dat, ik wil dat niet vereenvoudigen wat vandaag de dag gebeurt. Maar nu, je gaat ook toch niet kijken welke de prijs is van een kubieke meter water als je met je brandweer aan het blussen bent. Hè? Ja. Dat is vandaag de situatie. Over de brandweer, dat is onder meer dan de federale regering waar iedereen naar kijkt om daar om die gevolgen van die crisis in te duiken. Nu de regering De Croo. We hebben het straks over de manier waarop Alexander De Croo uw zoon premier is geworden, maar over de huidige aanpak nu. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat hij van meet af aan de leiding heeft genomen. Hij heeft ook dat wat die logge Nationale Veiligheidsraad vervangen met het overlegcomité. Iedereen komt aan het woord. Lof voor de communicatie. Het zegt misschien ook iets over de aanpak van zijn voorgangster Wilmes. Wat vond u van die passage? Wel, mevrouw Wilmes is een zeer bekwame dame. Maar beeld u de periode in van enkele maanden terug. Alle cijfers waren aan het dalen. Veel lager nog dan de tweede golf het ons laat verhopen. En het was de zomer. Het was opnieuw de hemel op de aarde, als ik het zo cru mag zeggen. En ik vertelde Alexander nog zondag. Zeg, we zijn alle twee ruiters. We rijden te paard. Als je de teugels te strak houdt, dan kan uw paard struikelen. Als jij te veel links en rechts kijkt en je laat die teugels lichtjes los, kunt je bij de eerste schrik het paard kwijt zijn. Dus u moet in die maatschappij, met alle respect voor de maatschappij, het talent hebben met uw ploeg en uzelf van de teugels strak genoeg te houden om het paard in lijn te houden en losjes genoeg te houden om het paard vooruit te krijgen. Dat is een heel moeilijke bedoeling met 11.500.000 Belgen die elk een reden hebben voor dit en dat, die vergelijking maken de ene met de andere, die afzien. Ik ken de horecasector zeer goed. Als er iemand in zijn leven meer pinten betaald heeft dan Herman De Croo, dan mag hij het me komen uitdagend zeggen en met plezier. Ik begrijp dat en ik begrijp de moeilijkheden. Maar economisch moeilijkheden hebben is hopelijk van tijdelijke aard. En ja, de staat is daarom u te helpen. Maar fysische moeilijkheden hebben en hun voornamen zijn op mijn lijst van overleden vrienden is onomkeerbaar. Dus men moet het ene toch goed afwegen met het andere. Ik zie de beurs die kunstmatig zijn. Veren nu omhoog op een ongelooflijke wijze. Ze zijn dus de voorspellers, de waarzeggers van de in de nabije tijd opkomende economische waarheid. De beurs stijgt op een ongelooflijke wijze in de meest dramatische omstandigheden. Dat is een teken, vaccins zijn op komst. Op een ongelooflijke technologische wijze waar de artificiële intelligentie een rol heeft gespeeld die uniek zal blijken te zijn. Dus wij geraken daaruit. Hopelijk veel vroeger dan met gelijk welke andere pandemie. Hopelijk zelfs in België met veel minder schade dan wat wij moeten vrezen. En dan is er een optimisme in de lucht. Je weet altijd in het donkerste van februari dat er zon in mei zal zijn. Je weet altijd in het natste van januari dat er droogte zal zijn in de zomer. Er komt na de wolken een blauwe hemel. En dat moeten wij mentaal erin krijgen, maar wacht tot wanneer die periode daar is en in afwachting gebruikt uw paraplu. Beschermt u en de anderen. En in die zin een overlegcomité, de mooie vergelijking die je maakt dus met een ruiter die het paard op de juiste koers moet houden, ook al stribbelt dat diertje soms wel eens tegen. Zal het nu ook wel zijn dat deze regering De Croo, Willis Nilles, in de geschiedenis de coronaregering zal worden, een crisiskabinet?
wat enerzijds misschien ja, niet zo inspirerend is, anderzijds kan die wel een historische rol hebben. Churchill loodste zijn land door de oorlog. Dit wordt de coronaregering. Wel, je kiest de crisis niet. Hè? Je zijt daar om de crisis gemeenschappelijk op te lossen. En dat zo eenparig mogelijk te doen met een zekere eenheid van commando. Allee, ik woon op de taalgrens. Ik heb rusthuizen in Vloesberg-Vlobek en rusthuizen in Opbrakel. Waar dezelfde families werken, dezelfde families geërberd zijn op een paar kilometer. Denk toch eens na dat we niet door de reglementitis, door onze eigen bevoegdheid mogen gehandicapt zijn. We moeten geholpen zijn door onze mogelijkheden. Dus ik denk dat nu premier zijn, en ik wil geen oordeel vellen op mijn zoon, is een van de moeilijkste jobs die men heeft. Men zal afgerekend worden, omdat men het symbool is van een politiek. Men moet de eenparigheid en de eendracht houden, anders gaat het moeilijk of gaat het niet. Men moet het opperste belang vooruitstellen, dat is haven en goed bewaren. Dat wil zeggen leven en goederen redden. En men zal waarschijnlijk ja, de coronaregering zijn geweest. Hopelijk komt het goed uit voor de bevolking. Maar het is, ik kan u zeggen, uit mijn ervaring, Alexander is mijn gebuur, het is een heel zware last. Er moet enorm veel consensus zijn. En ik denk dat die goed doet van die consensus met toch verstandige mannen en vrouwen uit de andere regeringen, uit de andere adviserende groepen, om die zo indrachtig mogelijk te houden. Wij zitten allemaal op het schamelbootje van de risico-inhoudende pandemie. Dus laat ons toch niet disputeren, laat ons toch de roeispannen in dezelfde richting gebruiken om de haven te bereiken. Ja, over het premierschap van Alexander De Croo. We kennen allemaal het verhaal van die formatie en hoe die ploeg uiteindelijk is tot stand gekomen na lang onderhandelen, zij het dan kort voor deze ploeg nu. Maar goed, u kent Alexander De Croo als geen ander. Hoe bewust heeft hij aan dit pad getimmerd? Hij is vrij snel premier geworden, na 10 jaar. Wanneer dacht u, het komt in het bereik, hij zal premier worden. Wanneer in de formatie dacht u dat? Ik heb me daar niet in gemengd, hoegenaamd niet. En ik ben de vader van Alexander, niet de voogd van Alexander. Maar als toeschouwer, wanneer dacht u dit? Zelfs als hij woont naast mijn deur, het is een sociaal voelende liberaal, het is een tolerante liberaal, het is een ingenieur, dus is nooit te lang in wat hij vertelt en hij begrijpt. Ik kan cijfers lezen, ik kan perfect de begroting en de rekening lezen, wat niet altijd de gave is van in ieder, ook in de politiek. Hij heeft mij gebeld een paar dagen ervoor en zeggende, papa, ik denk dat ik zal moeten gaan. Dus de uitdrukking. Maar ik wil dat het zo eenparig mogelijk is in de groep die dat wenst. Ik zeg, Alexander, ik geef u geen advies. Als je het doet, doet het goed en wees zeker dat je met de ploeg het aan kan. En hier wil ik toch een waarheid een beetje rechtzetten. Ik hoor zeggen dat die regering, die zeer disparaat is, ik weet dat, maar die bestaat uit 16 mannen en vrouwen die nooit minister geweest zijn. Nooit gezien. In de zwaarste crisisperiode die ons land kent, is 2/3 van de regering, aanhalingstekens, regeringservaringloos. Ja. Maar het brengt ook dus een nieuwe spirit. Het is een jonge ploeg. En ja. Het zijn andere mensen met een ander idee. Twee, ik hoor zeggen, dat is normaal in de politiek, dat is een minderheidsregering. Ja, het is kritiek van de Vlaamse regering, zonder N-VA, en aanvankelijk was het ook van de VLD. Maar dan daag ik de cijfers uit. En ik neem de verkiezing van mei 2019, de laatste. En ik kijk hoeveel burgers in mei 2019 gestemd hebben voor partijen in Vlaanderen die in die regering zitten. Het is ongeveer 47% en een beetje die vandaag de dag 47% van de stemmen deze regeringscoalitie in Vlaanderen steunt. Niet geen meerderheid. 53% meerderheid steunt die niet. Dat is democratisch. Maar als ik die oppositie, die een meerderheid is tegen deze regering, ontleed, zie ik het Vlaams Belang, zie ik de N-VA, zie ik de PvdA, 3 partijen democratisch, dus ik respecteer de democratie,
maar die geen enkel gemeenschappelijk of zeer weinig programma hebben in de oppositie. Dat is een anti-tripartite in de oppositie. En ik kan dat begrijpen. En ik respecteer de partijen die hun best doen. Maar dan gaan zeggen, de Vlamingen zijn een infine minderheid die deze regering steunt, dat is onjuist. 47% van de stemmen hebben de partijen ondersteund die een programma hebben. Tezamen, ook met hun moeilijkheden, om deze meerderheid te helpen in deze dramatische omstandigheden. En 53% die verdeeld is als oppositie onder elkaar, heeft die niet. Maar dus eigenlijk vraag... zegt u, er is 47, u draait het om, u zegt er is 47% van de Vlamingen die dit programma steunt. En dan heb je drie partijen die elk hun eigen weg gaan. Dus de meerderheid zit in het regeerakkoord. Ik laat u dat besluiten, maar van tijd tot tijd, wanneer er goede journalisten, we hebben goede journalisten, vragen stellen aan politieke verantwoordelijken, had ik toch graag eens die vraag gehoord. Maar tenzij ik mij vergis, want ik ben geen fana die op de nieuwsberichten zit te lonken, zoals een klok op haar jongste kieken. Maar ik stel vast dat dat niet gebeurt. Laat ons toch objectief zijn. En we zitten in dezelfde boot, hoor. Wilt je nog verkiezingen houden, de volgende keer op een deftige wijze, op een correcte wijze? Wilt je dat dat land overleeft, dat de welvaart die we hebben, 85% speciaal Vlaanderen, halen wij uit het buitenland? En wat men het buitenland nooit verkoopt, hè, Jan? En ik ben lange tijd minister geweest van Buitenlandse Handel. Men verkoopt alles vanuit België. Van diamanten tot het maken van speciaal ijsmachines. Maar wat men niet kan sleren, wat men niet kan meeleuren, dat zijn onze interne disputen. En dat opgelet, als ik zie dat de 16 deelstaten in Duitsland, dat ze het 5 keer moeilijker hebben nog dan wij, om een gemeenschappelijke politiek, de minimale politiek, desondanks mevrouw de kanselaar die toch een personage is in Europa, rond te krijgen, dan ben ik minder pessimistisch dan sommigen. Ik denk dat het toch een zin van algemeen belang is. En misschien is dat een van de goede zaken van de communicatie van deze regering, dat iedereen terecht naar zijn waarde inbreng ook aan bod kan komen, dat er een consensus is, dat indien er één gat in de boot is, of het aan de Vlaamse zijde, aan de Waalse zijde, aan de Brusselse zijde, aan de voorkant of aan de achterkant is, het bootje loopt vol water. Ja, dan wil ik even met u nog het kort hebben om af te ronden over dit huis waar we nu aanwezig zijn, het Vlaams parlement. Dat viert dit jaar haar 25-jarig bestaan in deze huidige vorm, de eerste rechtstreekse verkiezing in 1995, maar u zat in 1971 al dubbel mandaat aan afgevaardigd in wat toen de Vlaamse Raad was. En u bent hier ook geëindigd dan. Het was uw laatste mandaat in het Vlaams parlement. Hoe kijkt u naar de werking, zoals u die nog meegemaakt heeft tot vorig jaar, van dit huis? En u mag kritisch zijn. Maar wel, eerst en vooral, ten spijt van wie het benijdt, ik ben dus 22 nationale verkiezingen, soms een keer of 5 van de laatste plaats, 25ste, 28ste, verkozen geweest, volksvertegenwoordiger. Steeds door Vlaamse kiezers. Ik kan misschien in gans mijn leven, in die 52 jaar verkozen zijn in het parlement, misschien 1% Franstalige kiezers gekregen hebben. Dus ik voel mij verkozen door de Vlaamse medeburgers. En ik moet zeggen dat ik het Vlaams parlement niet goed kende. Ik heb het wel van de beginnen af beleefd, toen het nog zetelde in de Kamer en het Franstalige parlement zetelde in de Senaat. Ja, het was een geïmproviseerde vergadering. Zeer eigenaardig. Het was, ik ben ook, mijn eerste ministerschap was nationale opvoeding, in feite Nederlandstalig onderwijs met een aantal federale, zo we nu zeggen, bevoegdheden. Ik ben, kritisch zijnde toen ik hier gekomen ben, verrast geweest door een aantal dingen dat we niet meer deden in het federaal parlement. 1. Hier elk voorstel moet afgeklopt worden op het einde van de rit. Dus men dient geen decreetvoorstellen in voor de show. Men is aandachtig en voorzichtig, ook in de coalitie. 2.
Of school men een beetje te veel vragen stelt en repliceert op de vragen in het vragenuurtje. Men zou dat toch een beetje meer consumenten georiënteerd moeten maken. Wat is een parlementaire vraag? Dat is een klassiek drama. Eenheid van ruimte, van tijd en van aard. Vraag, goede vraag. Antwoord, oula, niet slecht. Repliek van de vraagsteller en de kous is af. Ook belangrijk zijn toch de organen die dit parlement beheerst. De kinderrechtercommissaris, de wapenproblematiek. Er zijn toch dingen die toch dichter bij de democratie brengen dan ze federaal zijn. Maar wat volgens mij moet nog aangeleerd worden door beide kampen, als ik het zo mag zeggen, is dat in een federale staat het totaal normaal is. In die 16 länder van Duitsland zijn die meerderheden verschillend. Die Duitse Senaat is de weerspiegeling van de lokale länderregeringen. En ik kan u zeggen, voor zij die het wetenschappelijk willen aanvaarden, de situatie institutioneel, constitutioneel, in de Duitse Bundesrepubliek is complexer dan deze die wij hier in België hebben. Maar natuurlijk, Duitsland, dat is één concept. Daar zijn 7 verschillende regimes in Spanje. Dat is één land. De koning van Spanje, die we hier ontvangen hadden, bij ons wederbezoek al daar als kamervoorzitter, toonde mij, ik denk, de 6 of 7 talen. 6 of 7 verschillende talen. In de welke authenticiteit van de Spaanse grondwet was gestemd en ondertekend. Als ik zou zeggen, er zijn 7 versies van de grondwet in Spanje, gaan men mij bekijken als het mirakel van Lourdes. Het is waar. Dus het federalisme, het dichter bij de mensen zijn, zijn eigen autonomie. Ik ben van familie van burgemeesters, ik heb dat gezegd. Ik ben 50 jaar burgemeester, schepen, mandataris geweest in de gemeenten. We zijn een land van autonomie. Het concept autonomie bestaat bij ons. Minder in de provincies, het is een beetje kunstmatig geweest. Maar wel de gemeente, de lokale autonomie, maar in de gemeente, de Vlaamse. Nu zelfs met de corona speelt het. Dus men moet niet proberen. Ik heb een stukje bevoegdheid. Ik ga het verruimen door van de anderen zijn bevoegdheid af te nemen of omgekeerd. Laat een samenwerkingsfederalisme spelen met voldoende speling voor de autonomie zoals de grondwet het voorziet. Laatste vraag, want hier moeten wij helaas afronden. Corona beperkt onze mogelijkheden ook om kennissen, vrienden, naast een familie te zien. Hoe gaat u kerstmis doorbrengen, de eindejaarsperiode? Wel, ik zit in een speciale situatie. In die zin, naast mijn deur woont Alexander. Dus ik kan bij Alexander gaan zonder op straat te gaan, op 150 meter. En ik hoor mijn 2 kleinkinderen, Tobias 12, Gabriel 9, spelen. En ik kan er niet bij. Ik heb ze gisteren, woensdag dus, gezien op 20 meter. En dus de klassieke kerstmis, die nemen wij thuis, het ouderlijk huis, waar Alexander zijn vrouw en zijn 2 kinderen, mijn dochter, die ook 2 kinderen heeft van dezelfde leeftijd, die soms bij ons kwamen logeren, dat is allemaal voor het ogenblik weggedampt. En het doet toch iets hoor, als je door de wat open venster van je werkkantoor, waar je woont, het ouderlijk huis van Alexander, waar hij gans zijn leven gewoond heeft en mijn dochter ook, op een boogscheut ver de uw kleinkinderen hoort spelen en dat je van ver hun naam roept en dat je niet bij moogt, nog omgekeerd, het doet pijn, het voelt het. Maar ik vind het dat voor hen en voor mij en voor mijn vrouw en voor Alexander en voor zijn echtgenoten, het zal niet gaan om te zeggen, kerstmis vergeeft alles, er is een soort goddelijke genade die ons zal beschermen. Nee, de bescherming die de uwe is, ligt in uw handen. En ik ga dat risico niet nemen. Ik denk dat Alexander met zijn echtgenoten Tobias en Gabriel zullen kerst vieren, dat we zullen skypen. Met elkaar, misschien wel op de terras, want het is te dichtbij. We gaan een gelukkig nieuwjaar gaan wensen, maar ik voel het aan, bij mij is het nog een luxe. Het is je buurman, ruimte, ja, je kan maar ik voel sterk aan. En ik voel dat aan, ik zeg dat niet omdat ik sentimenteel ben. Ik heb een zus die 88 is.
Die woont in het ouderlijk huis, een halve kilometer verder. En die is nog altijd zeer goed bij haar verstand, maar die wil alleen zijn. En die wil daar blijven. En wij helpen daar zoveel mogelijk. Maar het is toch een andere gegeven zijn als je alleen bent. Misschien met een telefoon, misschien met een Skype, als je dat kunt doen. Of als je in de, ja, de warme omgeving bent van je vrienden en van je familie. Ik voel dat sterk aan, het bijt mij, het knaagt. Maar dan stel ik me de vraag, als ik dat maar één keer moet ondergaan, met kerstmis en nieuwjaar 2020, en ik mag het opnieuw anders beleven, met kerst en nieuwjaar in 2021, het jaar daarna, wel, dan gaat het toch over. Ja. Dan slikt je het. We moeten dus nog wat geduld hebben. Ik wil u bedanken voor dit gesprek, Herman de Croo. En een mooi einde jaar gewenst, ook in deze bijzondere corona-omstandigheden. Zeer bedankt. Dank u wel.